Ah wel. Geschrokken? Nee. Doe me. Verschrokken? Nee, maar ik wist al dat je iets ging doen, maar ik wist niet wat, maar ik had al een voorgevoel. Allee, welkom op mijn gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Reemers, haar naam is... Bea. Goed zo. En nu ga ik nog eerst koffie zetten. Vooral dat we weggaan. Allee, ik zie jullie zelfs terug. Dat is mislukt, jammer. Dat is iets anders dan een mooie inkomertje. Ik zit nu in een auto. Ik ga dus mijn schatje Bea dus wegbrengen naar haar mama toe. Hè, schatje? Ja. Maar omwille van... ik kreeg toch regelmatig het probleem dat mijn bestanden opnieuw zijn beschadigd. Dus ik ga weer al een dingen doen. Kijken als dat gaat lukken. Sorry, ik ga jullie even insteken in de stroom. Vanaf nu hangen jullie allemaal aan de stroom. Nee, dus om de 20 minuten stop ik even met het tijdslepje en dan zet ik het terug op. En dan, ja, moet het normaal gezien verholpen zijn. Dus om de 20 minuten of om de kwartier, daar ben ik nog even aan het nadenken hoe je dat gaat doen. En dan moet dat normaal gezien verholpen zijn. Dus ik zal zeggen, ik geniet maar weer al van een timeslap. Yo! You. en wel mijn schatje afgezet en nu ga ik nog even naar binnen toe. Ga ik de bestanden al op de computer gooien. Dat kan ik al doen. En dan ga ik eens kijken wat ik dan nog kan doen. Ik deed nog niet zoveel. Ik dacht dat ik iets hoorde, maar dat is niet. Kabel gaat wel mee, voilà. Of anders kan ik de bestanden niet op mijn computer gooien, hè mensen? Nee. Oh mannetjes, het is zo zonnig weer. En je wilt niet weten hoeveel graden dat het vandaag is. Oh, het is ontzettend. 17 graden. En alles is schuur toe. En het licht staat nog altijd aan voor de zorgkundigen. Ik heb nog maar aan de ene kant. Omdat dat de andere kant was af aan het hangen voor iemand anders haar raam. En dat wil ik niet. En nu nog binnen geraken. Voilà. C'est ça. Ja, ik pak jullie mee. Ja, ik pak de trap al, want die staat wel helemaal bovenaan, hoor ik. En als die dan helemaal onder is, dan ben ik boven. Nu is hij pas daar. Dan moet ik nu nog instappen, op het knopje drukken, wachten tot het terug toe is. En dan pas ging hem terug naar boven toe. En dankjewel, schatje, voor het heerlijke broodje bij de Bruno's. Die mij gesmaakt. En blijkbaar heeft er iemand niet betaald, want de politie stond daar. En hij is weggereden. Voor de rest is er niet veel meer gezegd geweest. Oké. Ik ga nu de bestanden al op de computer gooien. Dat kan ik al doen. Zo, jullie alles weer ingepakt voor gaan te wandelen. Ja, het is nog mooi weer, dus we blijven ook niet binnen zitten. Het is weer al op weg een mensje. En die zit er nog niet zo lang mee. Ja. Ik zie toch af, hè mensen. Ik zie toch af. Ja, en ik heb mijn fluo fashion ook bij voor de veiligheid. Dan ga ik ook nog eens kijken in mijn rugzak. Ja, daar zit nog die... Ja, daar zit nog alles ook nog in. Daar ben ik 100% zeker van. Alleen, die recycled is die wel goed zichtbaar op mijn raam. En ik moet mijn rugzak nog zien te vinden. Waar is hij die gelegd? Ah, daar. Ik heb hem. Ik heb hem. Even kijken als hier alles in zit. Met een en ander kan ik dat dus niet. Ja, sorry dat er een kabeltje hier in de baan lag. Sorry. Professionele. Mondmasker check. Lampje check. Ja, dus dan heb ik alles. Hè. Maar het lampje doet niet, dus ik ga die nog naar ginder toe nog opladen. Mijn fluorfesjes ga ik hierin doen. Voilà. Hallo. Goedemiddag. Ça va? Dat waren dus heel eventjes een paar fans. Ik heb ook even van die paar fans moet ik even... zeg niet dat het niet gaat lukken. Hè. Dan zit ik wel met een probleempje. Ja, het gaat niet lukken. Voor mijn lampje op te laden. Shit happens. Of heb ik hier nog iets wat ik kan gebruiken in mijn... Nee. Ik ben echt goed eens aan het voelen. Nee. Want daar zit van alles in. Misschien in de mijne, hier van achter. Daar heb ik nog niet gevoeld. Anders ga ik beginnen te passen. Ja, ik ga beginnen te passen, want ouch, doet pijn. Aan deze kant gaat dat dus weer wel. Oké. Gaan we dat aan die kant insteken en dan kan ik ook mijn gsm ook insteken. Voilà. En dan waren het fans die hier voorbij reden. Amai, 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 amai. En dat was een hele groep. Woepsie. Allee, geniet maar weer al van de timeslap. White lips, pale face, breathing in the snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream, the worst things in life come free to us, cause we're just under the upper hand and go mad for a couple grams. And she don't wanna go outside tonight. And in her pipe she flies to the motherland, sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim to stay afloat. Dry house, wet clothes, loose change, banknotes, weary eyed, dry throat, call girl, no phone. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream, the worst things in life come free to us, cause we're just under the upper hand and go mad for a couple grams. And she don't wanna go outside tonight. And in her pipe she flies to the motherland, sells love to another man. Zo mensen, we zitten hier in Bea / Houthalen-Helchteren aankomen voor een leuke natuurwandeling, want het is zalig weer buiten. Ik ben niet alleen, nee, echt waar niet. De Frans hebben het er al achter gevraagd, die ook heel dicht bij mij thuis wonen. Jullie hebben het misschien wel gehoord. Kijk eens wie er hier ook nog bij is. Oh. Ook aan het genieten van het zonnetje? Ja. Zalig toch buiten, hè? Ja. En dat in de winter, moet je denken. Dat is inderdaad zalig. Het is echt waar, dat is niet gelogen, het is 18 graden. 18! En nu moet ik weer al jullie laten, want ik moet kijken naar welk knooppunt dat ik nu moet gaan. Mm-hmm. Ziet daar eens 3 vliegtuigen daar. En daar 4. Amai. Veel vliegtuigen in de lucht. Zo mensen, alles komt een einde aan, ook aan de zondag. Jammer genoeg. Ja, en ik heb morgen vrij. Ik ga wel een paar gaming movies opnemen door de dag. Want bij haar staat ook al redelijk veel op de planning. Dan weten jullie dat. En voor de rest, voor mij, ik hoop dat jullie van de natuurbeelden hebben genoten, waar ik ook heb opgenomen. Waar ook Bea wat zot in deed en al. Dat vond ik ook wel eens tof, dat toch niet altijd ja, serieuze beelden moeten zijn, maar ook wel soms dus zotte beelden. Hè? Dat is ook wel waar hè mensen. Er moeten ook toch soms dus ook eens wat zotte beelden zijn bij deze. Kom ik bijna aan bij mijn thuis. En daar zit al een kabinetje continu mee al te volgen hè, van Hasselbal. Dat is creepy hè. Dat is echt creepy. Ik ben nu bijna thuis en die zit mij nog te volgen. Ha! What the hell? Je moet toch nu ook niet hierin hè. Echt waar niet hè. Even kijken. Maar what the fuck? Oh man, hij gaat nu eindelijk weg. Oh, dat was creepy. Waar staat hij op mijn plek of wat? Staat hij op mijn plek? Oh ja, hij staat op mijn plek. Oh, en nu? Morgen moet ik toch niet weg, dus kan ik op mijn parking staan. Daar kijk ik ook bij hè. Dan hoop ik dat ik nog morgen weg kan. Ze biedt mij een rugzak ook nog nemen. Ah nee, dat moet ik niet. Ik ga morgen met een auto dus leegmaken. Dat staat dan ook nog op het programma. Morgen auto leegmaken. Dat moet ook gebeuren. Want ik leef bijna in mijn auto. Ik leef echt bijna in mijn auto. Heb ik nu alles. Ik ben uitgeput. Ja, ik heb alles. Dat. Ja, bij mij duurt het altijd een half uur parallel dat ik uit de auto ben. We hebben ook gaan wandelen en zo Knol gaan kijken, nog even op plaats X. En dan heb ik haar naar huis gedaan en nu is het al terug. Je ziet het, donker. En nu ga ik al die videobestanden wat ik vandaag heb opgenomen, hè, dat is ontzettend veel. Daar moet ik nog allemaal nog in de kannen stikken voor jullie en daar heb ik nog zoveel goesting in. Eerlijk gezegd, nee, daar heb ik geen goesting in, maar het is part of the job van mij. Dus ik ben een vlogger en als je een vlogger bent, moet je ook je beeldmateriaal in elkaar steken. Ja, of anders kunnen jullie het toch nooit bezien wat ik allemaal film. Daar heb ik toch ook wel weer een punt in. Ah, ja. En ik wens nog altijd Irma Knol via deze weg ook nog veel beterschap toe. En ik zie dat mijn computer terug al aan is. Dus dan moet ik die al niet meer al gaan opstarten. Dat is ook alweer een pluspunt. Oh, allemaal voordelen als ik thuis kom. En morgen moet ik zelfs nog niks buiten zetten. Oh, moet ik zelfs niet eens vroeg op. En dan hoop ik dat ze hier wat stiller zijn. Hier op de weg. Dan kan ik mij lekker uitslapen. Let the tuntje heen, shing. En dan morgen misschien ga ik nog weer een wandeltochtje doen. Misschien na wat gaming movies hebben opgenomen. Dan ja. Zie ik daar ook nog een wandeltochtje doen of nee. En weer allemaal natuurbeelden schieten. Voilà. Doe. Dankjewel om weer een deel uit te maken van mijn leven. Ja, en mijn computer is aangesprongen. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ik kan nog een tasje soep eten. Vlog in elkaar steken. En dan slapen. Joe.